Kam trainers, welkom Dirk. Zeg ik, de wedstrijd duurde 5 minuten te lang? Wel stellen, of in ieder geval, we waren 5 minuten niet oplettend. En waardoor dat we op het einde eigenlijk een beetje te vermijden doelpunt incasseren. En dan weet je dat de tijd te kort is om te reageren. En dan pakten we nog een tweede, maar daar til ik minder zwaar aan dan aan de eerste. Maar het voornaamste is dat, denk ik... wij een zeer goede repliek gegeven hebben, dat de organisatie oké was, dat de wedstrijdmentaliteit oké is. En zolang dat de groep daarin gelooft en niet twijfelt en de mentaliteit zit goed en de organisatie zit goed, dan kunnen we alleen maar verder werken en verder bouwen naar de toekomst toe. Ook al is het jammer dat je vandaag niks meepakt. We hebben er misschien dichtbij geweest in de tweede helft. Kort na de rust, maar de keeper pakt goed. Langs de andere kant komen we goed weg in de eerste helft. Na 6-7 minuten, denk ik, bal op de paal. En dan nog een keer een bal in de diepte. Maar ik vond dat er een zeer gezonde wedstrijdgeest was op het veld. Dat een derby, met veel ambiance en veel sfeer. En het is jammer dat wij niks meepakken, zeker in de situatie waarin wij zitten, in het klassement. Maar het gemakkelijkste is nu om in de hoek te gaan zitten en te piekeren of te doen. Ik denk dat we dit jaar al heel veel over ons heen gekregen hebben. We hebben al een heel moeilijk parcours afgelegd. En het gemakkelijkste is nu om zondebokken te zoeken of bepaalde dingen te gaan ophalen waar we ons achter moeten verschuilen. We moeten gewoon keihard verder werken in de groep, geloven en er met z'n allen tegenaan in de eerstvolgende wedstrijd. Ja, je zegt het, Coppa haalt een aantal kansen voor Beveren eruit. Plus dan het feit, nog niet gezegd, een aantal spelers die je toch ook bewust of door omstandigheden moet wisselen of moet vervangen. Ja, maar dat is ook vandaag zo bij Lokeren. Hè. Er zijn ook 2 jongens geschorst en de Pauw is ook geopereerd. En ik bedoel, wij hebben er ook zo'n paar, hè, met blessures. En ik zeg het, qua blessures hebben we het bijna allemaal over ons gehad van dit jaar. En vandaag waren er ook de jongen die gekwetst is en geschorst is, maar dat is nu eenmaal aan voetbal. En we hebben allebei, denk ik, een kern om van de jongens gebruik te maken. En degene die de ene keer misschien misnoegd zijn omdat ze niet spelen, die krijgen dan in andere wedstrijden een kans en dan moeten ze die maar nemen. Het had gekund een punt, alhoewel Cercle neemt de 3 punten, dus kom dichter bij elkaar. Ja, maar we moeten niet naar... ik bedoel, iedereen kijkt natuurlijk naar dat klassement, hè. Maar in feite, het belangrijkste van allemaal zijn wij. En je kunt wel zien in het klassement waar dat we staan, maar wij moeten niet beginnen rekenen in die situatie waarin we zitten van en die moet tegen die en die gewoon punt pakken en die gaat winnen. Maar er is niet veel nodig om de vonk over te slaan. Ik weet niet hoe dat je de geluksgoden moet aanspreken, maar dat kan van de ene dag naar de andere dag omslaan en dan zijn ze misschien wel vertrokken voor een reeks en dan ziet de wereld er allemaal anders uit binnen een maand. In ieder geval, ik heb de jongens ik kan ze niks verwijten, ze zijn ervoor gegaan. Het is niet gelukt. En oké, het is mijn verantwoordelijkheid dat we daar staan, hè, want ik ben degene die de vlag draagt. Maar ik ga ook niet excuses zoeken voor mijzelf. Hè. We proberen oplossingen te zoeken, met z'n allen binnen de club. En hopelijk komen we daar binnenkort eruit. Succes. Dank u.